Vandaag vond in Elst de 761ste editie van de Elster Paardenmarkt plaats. In het centrum van het dorp stond het vol met bezoekers om een kijkje te nemen bij de na verwachte 800 paarden en ponies. Het is nog een van de weinige grote paardenmarkten in Nederland die nog zo groot van omvang is. Al ruim 760 jaar is het een begrip in de regio, de Elster Paardenmarkt. Op deze dag van Elst stroomt het centrum vol om een kijkje te nemen bij de honderden paarden die er staan, of om gezellig elkaar te ontmoeten. Ja, wij zijn hartstikke blij dat wij zoveel aanvoer hebben. Het is elke keer toch weer een verrassing voor ons van wat er gebeurt. En nou ja, omdat mensen dat weten dat die paardenmarkt er is, ja, komen de mensen ook. En die komen natuurlijk in eerste instantie om een beetje in oogenschouw te nemen hoe die dieren erbij staan en hoe het er allemaal is. En vervolgens gaan ze elkaar opzoeken en gaan ze een lekker drankje met elkaar drinken. Deze paardenmarkt is ongekend populair en dan ook een van de grootste van Nederland. Zo'n 30.000 man komen op dit evenement af, uit Elst, maar ook daarbuiten. Maar voor de Elstenaren is het een evenement dat standaard weer in de agenda staat. Ja, nou, we waren vanochtend hier rond een uur of, ja, we hebben de hele nacht doorgewerkt, maar rond een uur of 7, 8, dan zien wij best wel veel Elstenaren, maar we zien ook heel veel mensen die ik nog nooit gezien heb, dus eigenlijk is die toch landelijk bekend. Ja, je komt er een heleboel mensen tegen, hè, die je kent. In de loop der jaren natuurlijk handel meegedaan of wat dan ook. Ja, ik kwam hier wel echt elke paardenmarkt wel en sinds vorig jaar ben ik hier ook verzorgster. Om met de paarden zo fijn mogelijk te maken zijn de dierenverzorgers ingeschakeld. Middelbare scholieren uit Elst konden zich aanmelden om te helpen op de markt. We hebben kinderen of leerlingen van het middelbaar onderwijs. Ja, daar komen met 10 van die meiden, ja, je ziet ze naast je gebeuren. Die zijn allemaal bezig om die dieren van water en van hooi te voorzien. We moeten de paarden wat voer en drinken geven en zorgen dat alles goed gaat hier. En of de Elster paardenmarkt nog wel van deze tijd is? De organisatie vindt van wel. Het hoort er gewoon bij. Er is een categorie. Kijk, hier komen niet de allerduurste paarden van Nederland. Maar ook voor dit soort paarden moet er weer een nieuwe plek zijn.